allemaal hartelijk welkom op deze openbare vergadering van de rekeningcommissie. Mensen op de tribune, welkom. En mensen thuis die meeluisteren, ook welkom. Ik neem aan dat de agenda gelopen kan worden zoals die is voorgesteld. Dat kan. Dan geef ik het woord aan de accountant. De heren van BDO zijn met z'n tweeën. De heren Rob Bouwman en Peter Stevens. En de taakverdeling die zal zich wel wijzen vanavond. Yes. Kijk aan, geavanceerde systeem. Dank u voorzitter. Wat mij betreft geef ik even een korte toelichting zoals ik hier de afgelopen keer heb gedaan op managementletter en accountantsverslag, nu op het accountantsverslag. Ik doe dat even aan de hand van het dashboard zoals u dat kunt vinden op bladzij 5 van het accountantsverslag. En wat mij betreft is er daarna een mogelijkheid vragen te stellen. VOV heeft al een aantal vragen ingediend en toch of niet? Dus die zullen we daarin meenemen. Normaal gesproken, het is een beetje een bijzonder jaar dit jaar. Normaal gesproken zitten we hier en dan hebben wij de jaarrekening gecontroleerd en dan kan ik u meedelen dat wij een oordeel hebben. En dat is dit jaar niet zo. Daar hebben we natuurlijk ook wel voor gewaarschuwd en er is veel discussie over geweest. Maar uiteindelijk, en daarvoor heb ik ook een aparte brief bij geschreven, dat wij nu een conceptverslag hebben en dat heeft alles met het sociaal domein te maken. In het sociaal domein bent u als gemeente en is de organisatie afhankelijk van derden. Zowel de Sociale Verzekeringsbank voor wat betreft de PGB's en voor wat betreft de jeugd van BVO IJsseland. Eigenlijk moeten we daar informatie van hebben. En zij moeten dan weer op hun, met name BVO IJsseland, weer informatie van de zorginstellingen hebben. En ook de gemeente Ommen voor wat betreft de WMO moet dat nog hebben. Voordat je uiteindelijk tot dat oordeel kan komen. Ik heb nog, en dat is heel bijzonder eigenlijk, ik heb dit jaar nog geen één controleverklaring afgegeven. Het is allemaal wachten, zeg maar. En dat is vervelend in bijzonder. En tegelijkertijd wilt u door. Dat is de situatie die we nu hebben, waardoor er nu een conceptverslag ligt met nog heel veel wat open eindjes. Wat onze planning betreft is afgesproken tussen de VNG en de NBA, onze beroepsgroep, om zeker te zorgen dat we verklaringen afgeven voor 15 juli. Zodat in elk geval het traject richting het Rijk niet gaat stagneren. Die jaarrekening wordt ook voor andere dingen gebruikt, voor CISA's, et cetera. De planning voor Ommen Hardenberg, BOH, dat is, ik wil daar wat voorzichtig in zijn, maar het lijkt er nu op dat de Sociale Verzekeringsbank begin juni, de eerste week van juni, dus 1, 2, 3 juni, dat schuift een paar dagen wellicht, maar dat zij dan klaar zijn en dat wij dan de uitkomsten kunnen zien. We hebben wat voorlopige uitkomsten gezien en dan blijkt er toch best nog wel wat fouten in te zitten. Dan krijgen we daar zekerheid over. Dus dat moet denk ik de tweede of de derde week van juni moeten we dat kunnen beoordelen. BVO IJsseland heb ik begrepen dat die ook rond die tijd ons hebben uitgenodigd. 3 juni dacht ik. Dus dan kunnen we daar zekerheid over krijgen. Dus mijn inschatting is een beetje half juni. Hopen wij de verklaring af te geven. We zullen met de griffier kijken of we dat voor de volgende raadsvergadering of we dat bij jullie kunnen hebben. Dan zou je bijna vergeten dat er nog andere dingen zijn in de controle. Qua bevinding hebben we de afgelopen jaar of anderhalf natuurlijk gesproken over inkoop en aanbestedingen. We hebben toch weer moeten constateren dat daar nog fouten in zitten. En die fouten zijn ook wel zodanig dat we een beperking moeten afgeven. Dat is jammer, maar wel een constatering. Tegelijkertijd zien we wel dat er stappen worden gezet, maar er zijn nog wel fouten die boven de toleranties komen. Dan kijken we naar het resultaat en vermogen. Uiteindelijk komt er iets uit de jaarrekening en kijk je naar het vermogen. Ik denk dat het natuurlijk een heel groot verlies is, maar het is bekend waarom dat in zit. En tegelijkertijd hebben we de meevaller in het sociaal domein. Ik denk dat het ontzettend goed is geweest in bestuurlijke zin om een stap te zetten in de waardering van de Rotbrink. Een behoorlijk verlies is genomen. Het is natuurlijk al even slikken, kan ik me voorstellen. Maar u bent daar volgens mij de afgelopen tijd volop in meegenomen. Ik had daar zelf vorig jaar in mijn accountantsverslag natuurlijk ook al een signaal over afgegeven. Dat heeft geleid tot ook een marktonderzoek, tot allerlei stappen en tot het nemen van het verlies.
En ik denk dat het ook goed is dat dat nu al is genomen, want ja, dat is toch op basis van gedegen en uitgebreide marktverkenningen en onderzoeken. Ja, dat maakt wel dat de financiële positie natuurlijk zorgelijk is. Dat zal u niet verrassen. We hebben daar een aantal kengetallen opgenomen in ons accountantsverslag. Die kengetallen zijn met ingang van de begroting 2016 verplicht en we hebben ze nu opgenomen en ook toegelicht. Ja, door de afwaardering is natuurlijk de solvabiliteit laag en tegelijkertijd het weerstandsvermogen is in de eigen berekening nog net voldoende. Maar ja, de ratio grondexploitatie is natuurlijk nog steeds wel behoorlijk. Ja, dat maakt dat het een lastige financiële positie is. Nou, dan denk ik dat ik de belangrijkste dingen genoemd heb. Nou, kijken naar het oordeel en naar het resultaat, ook al hebben we een beetje een afwijkend jaar, kijken we ook naar voren. Dus zeggen we altijd van, ja, wat zijn nou de aandachtspunten voor het komend jaar? Ja, het zal u niet verrassen dat we dan toch zeggen van, ja, die hele transitie sociaal domein, die transitie heeft plaatsgevonden met de transformatie, de managementinformatie, al die dingen die we dit jaar hadden, moeten we natuurlijk komend jaar voorkomen. Dus dat blijft wat ons betreft ook voor het komend jaar een aandachtspunt. En dat willen we ook de gemeente meegeven. Vanzelfsprekend nog verder de grondexploitaties en het oplossen van de rechtmatigheid rondom aanbestedingen blijven ook voor 2016 nog wel belangrijk. Ja, ik heb daarmee toch een wat langere samenvatting gegeven, voorzitter. Dus wat mij betreft ja, kunnen we vragen beantwoorden. Wie heeft er een vraag voor de accountant? De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we hebben er een aantal, 5 wel geteld. En er zijn er 2 die wat globaal van karakter zijn en een 3-tal vrij specifiek. We hebben gemeente er goed aan te doen om de vragen vooraf schriftelijk bij de accountant alvast neer te leggen. Zodat we voorkomen dat de accountant nu wordt overvallen met een aantal erg inhoudelijke gedetailleerde vragen. Voor dit gezelschap is het denk ik goed dat ik een korte inleiding op de vraag geef, omdat wellicht u over de vragen beschikt en de rest van de vergadering niet. En vervolgens horen we graag wat uw opinie is. En ik doe het maar in volgorde zoals we die aan u hebben toegestuurd. En dan gaat de eerste vraag over het overschot in het sociaal domein, waar u zojuist al aan refereerde. Nu is het zo dat in het beleidsplan Om Elkaar, dat in 2014 is vastgesteld, is afgesproken dat er slechts binnen het totale deelfonds van het sociaal domein tussen de fondsen geschoven zou kunnen worden, maar niet daarbuiten. Nu hebben we een overschot van ruim 1 miljoen. En dat overschot, zoals het zich nu laat aanzien, verdwijnt in de algemene middelen en blijft niet gereserveerd staan voor het doel waarvoor het is ontvangen. Wij zouden graag van u willen weten wat uw opinie daarover is, hè, deze gang van zaken. Was het niet beter dat we een besluit genomen zouden hebben dat dit overschot een bestemming zou krijgen? En wellicht beter nog, en dat is een beetje ons gevoel en dat zal ik zo dadelijk met wat argumenten u aandragen, beter om dit bedrag gereserveerd te houden. En wel om de volgende reden. Er zijn in het verleden diverse risico's onderkend en die zijn nog niet allemaal onder controle. Er is in 2015 een budget van ruim 200.000 euro in het deelfonds jeugdzorg overschreden, dus dat is een tekort. En de geluiden over dit jaar 2016 geven aan dat dat wel eens 500.000 euro zou kunnen zijn. En dat is natuurlijk een forse tegenvaller waar we rekening mee moeten houden. Daarnaast is het zo dat er vanaf 2017 een daling van het totale budget van om en nabij de 2,6 miljoen euro wordt verwacht. Hè. Dus de middelen die we krijgen om de zorg te bieden wordt alleen maar lager. En je zou kunnen vinden dat het zo langzamerhand onmogelijk is om nog scherper aan de wind te zeilen, om nog meer te bezuinigen, om tarieven nog lager in te zetten bij instellingen die al grote moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Laat staan dat ze al failliet zijn gegaan. Dus daar is waarschijnlijk niet zo gek veel rek. En vrij recent is daarbij nog een argument gekomen en dat is dat de rechter heeft besloten dat de huishoudelijke hulp een taak en een verantwoordelijkheid van de gemeente was, maar ook is en is gebleven. En dat betekent dat daar
ook financiële consequenties zullen gelden. Kort en goed, dit als argumentatie is onze vraag wat u verstandig vindt om met het budget dat als overschot is geboekt, om dat te bestemmen voor 2016 en eventueel de jaren daarna voor toekomstig beleid, voor nieuw beleid, voor tegenvallers en niet in de algemene middelen te laten verdwijnen. Dit was onze eerste vraag, voorzitter. Ja, allereerst dank. Het is plezierig om de vraag even van tevoren te hebben en te lezen. Hoewel ik, nou ja, kan er nog wel eens tegen als ik overvallen word. Nee, dus dat is in elk geval plezierig. Ja, u geeft allemaal terechte argumenten en motieven aan. Maar ik wil eigenlijk een beetje kijken naar wat is nou onze formele rol als accountant. Hè? Ja, als je kijkt naar de controle, dan zeggen wij eigenlijk van ja, de jaarrekeningen moeten een getrouw beeld geven. Ja, als je dan geld overhoudt in het sociaal domein, kan je nog steeds dat is het beeld zoals als de werkelijkheid zich heeft voorgedaan. Dus dat geeft een getrouw beeld. En de vraag is, ja, is het ook rechtmatig besteed, zeg maar? En rechtmatig gaat er eigenlijk om van ja, heb je conform je verordeningen en je wet en regelgevingen geopereerd? En ook dat heeft plaatsgevonden. Een beleidsplan is in die zin dan niet een soort formele norm, hè, voor ons in het kader van de rechtmatigheid. Dus laten we het zo zeggen, de manier waarop dit verantwoord is, is keurig. En even afgezien van dat we nog een aantal dingen in het sociaal domein moeten afwikkelen, maar de verantwoording is goed gedaan. Ja, en dan kom je eigenlijk een beetje op de volgende stap en dat zijn al de argumenten die u geeft. Ja, die zijn misschien inhoudelijk allemaal goed, maar ik ben er niet als accountant om het beleid hier te bepalen. Of daar keuzes in te maken. Dat staat u middels de jaarrekening vrij om te zeggen, hey, we hebben ooit een beleidsplan opgesteld. We wilden het niet ontschotten, we wilden het geld vasthouden. Maar ja, de college stelt nu iets anders voor. Ja, dan is daar nu als raad om daar de keuzes in te maken. Dus ik vind de argumenten plausibel. Maar goed, aan de andere kant zijn we wellicht ook andere argumenten. Kijken naar de financiële positie. Ja, dat is aan u als raad. En daar ga ik dus niet over. Veel meer kan ik daar op dit moment niet van zeggen, maar dat is zoals wij erin zitten. Dus het is wat ons betreft getrouw en rechtmatig verantwoord. Even afgezien van dat we nog dingen moeten afwikkelen in de prestaties. De keuzes om het geld wel of niet opnieuw te besteden via de resultaten zijn nu. Misschien, voorzitter, als mag een kleine verdiepingsvraag van. Stel dat we, als we het debat hierover voeren in de Raad, tot de conclusie zouden komen en elkaar daarin kunnen overtuigen dat het verstandig is om het geld te blijven bestemmen voor het doel waarvoor het is ontvangen. Wat zou dan wat u betreft het effect zijn, de consequentie zijn voor de jaarrekening 2015? Van wat betekent dat als we dat reserveren voor het doel? Meneer Middelkamp, ik vind dat eigenlijk een zaak is die in de raad besproken moet worden en die niet aan de accountant gevraagd moet worden. Ik vind het een politieke vraag. Ik vond dat de vorige keer vond ik hem ook al op de grens en de accountant is daar heel keurig netjes mee omgegaan. Maar geen politieke stellingname. Nou, heel technisch dan, zeg maar, als u besluit om het resultaat zo te bestemmen, dan wordt dat verwerkt middels de resultaatsbestemming in de jaarrekening van volgend jaar. En dat is aan u als raad om te bepalen. En dan controleren wij volgend jaar boekjaar 16 en kijken of het resultaat keurig verwerkt is. En of dat op die manier in de reserves is geboekt, conform uw besluit. Zo controleren we dat. Ja. Voorzitter, als het mag ga ik naar de volgende vraag. En die heeft alles te maken met de extra voorziening die getroffen is in 2015 ter grootte van 7,3 miljoen voor de Rotbrink. Nu is het zo dat er dit jaar een rapportage is verschenen waarin wordt voorgesteld, middels een aantal varianten waar je in kan kiezen, dat het goed zou zijn om een voorziening te treffen. Maar dat is een document dat dit jaar is beschikbaar gesteld. En nu heeft het er een beetje de schijn van, althans wat onze fractie, en daarom hebben we daar in technische zin een vraag aan u. Is het verstandig om met een soort van terugwerkende kracht, terwijl je gegevens in 2016 kenbaar hebt gekregen, om dat te verwerken in 2015? En is daar een legitieme, goede, verstandige argumentatie voor? En wat zou het effect zijn als je bijvoorbeeld in het jaar waarin het rapport verschenen is de voorziening zou treffen? Wat zou het effect zijn als je, want het is nogal wat, 7,3 miljoen in één keer. Wat zou het effect zijn als je er een bepaalde fasering in zou kiezen? Dus welke overwegingen, welke handreikingen kunt u deze raad geven rondom dit bedrag en de fasering, het moment waarop de voorziening wordt getroffen?
Dit is altijd was wat lastig technisch uit te leggen. Wij noemen dit altijd gebeurtenissen na balansdatum. Hè? Dus wat je eigenlijk zegt is van, even afgezien van dat we natuurlijk hier vorig jaar al op gewezen hebben gezegd, er moet onderzoek plaatsvinden, gaat onderzoeken, gaat bekijken van wat voor risico's zitten er in de rotbrink en dat ik van mening ben dat dat heel gedegen en goed gedaan is en dat het ook wel in de gemoed en inzet heeft gevraagd, denk ik, om deze verliezen te treffen. Dus wij zeggen altijd een gebeurtenis naar balansdatum. Nou, het mooiste voorbeeld uit onze controle leer is altijd van, nou, stel je voor, hè, er staat een gebouw op de balans en je weet dat die een paar maanden later is afgebrand. Dan kun je toch niet meer zeggen dat het gebouw nog voor die waarde en dat bedrag op de balans moet staan. Dat is een beetje apart, hè? Dan, dus je moet zeg maar als accountant moet je technisch informatie meenemen tot het moment van afgifte van de controleverklaring. Sterker nog, wij hebben de controleverklaring nog niet afgegeven. Dus stel je voor, volgende week komt Apple en die zegt we kopen de hele rotbrink op. En ik heb de controleverklaring niet afgegeven. Dan hoop ik dat ze me informeren. En dan kan dat allemaal teruggedraaid worden. Dan gaat de jaarrekening nog heel anders uitzien. Ik weet niet of dat gaat gebeuren allemaal. Maar dat geeft wel aan dat je moet zeg maar informatie meenemen tot het moment van het afgeven van controleverklaring. Nou, in dit geval ook bij de rotbrink zijn er goede onderzoeken geweest naar de waardering. Die geven een ander inzicht per 31-12. Ja, die moet je gewoon zelfs meenemen. Als het niet gedaan was, dan had ik daar echt een groot probleem mee gehad. Dus gefaseerd kan ook niet, want uiteindelijk moet je op basis van een goede inschatting alles meenemen wat bekend is. Ja, en dat is nu bekend en dan kun je niet in stapjes doen. Dus ik denk dat het op deze manier de enige mogelijke is. Zo werkt dat technisch. Oké, dank u wel. Voorzitter, hier ook een kleine verdiepingsvraag. Zou het ook nog relevant kunnen zijn in het kader van de plicht tot het betalen van vennootschapsbelasting, dat de voorziening, als dat leidt tot een afwaardering, uiteindelijk in de voorwaartse verliesrekening die geldig is bij vennootschapsbelastingafdracht, dat daar ook nog consequenties zou kunnen hebben. En dan wellicht in positieve zin voor de gemeente Ommen. Ja, dat vind ik wel een hele lastige vraag om op dit moment te beantwoorden, omdat de vennootschapsbelasting eigenlijk pas ingaat met ingang van 2016. We hebben er eigenlijk in die zin nog geen beginpositie en ook de fiscus heeft zich eigenlijk nog niet uitgesproken over hoe moet je nou omgaan met gronden en waarderingen. Maar het feit dat je het afgeboekt hebt, kijk, de fiscus zegt eigenlijk van je moet een inschatting maken van je beginbalans. Die zo reëel en eerlijk mogelijk en goed mogelijk is. Nou, dan is het wel verstandig dat als je nu denkt van joh, we gaan het misschien toch niet halen om dat nu op een goede manier te waarderen. Nou, ik heb niet de indruk dat de hele afwaardering is ingegeven door fiscale regels. Die controle moeten we eigenlijk komend jaar doen en daar een fiscale toets op doen. De Belastingdienst die moet daar nog wel wat uitspraken en richting aan geven. En wij moeten het eigenlijk volgend jaar nog goed beoordelen. Laat ik zo zeggen, er zijn van bij mij geen enkele aanleiding om te zeggen, joh, dit is puur fiscaal gedreven of zo. Dank u wel. Voorzitter, als mag dan een vraag die wat meer de diepte ingaat. Het betreft de eigen bijdrage WMO van vorig jaar. In de jaarrekening is te vinden dat er een nadelig resultaat in de eigen bijdrage van 18.000 euro is gerealiseerd. Maar als we kijken naar de tweede bestuursrapportage, dan was er een aanzienlijke overschrijding te verwachten. En ik zal de gedetailleerde onderbouwing nu niet noemen. Als daar behoefte aan is, dan kan dat natuurlijk. Maar dat had er alle schijn van dat er een overschot ten opzichte van de begroting van 74.000 euro zou plaatsvinden. Ja, gebaseerd op de maandelijkse binnenkomsten, de afdracht van het CAK aan de gemeente van 29.000 euro per maand. Er is ons ter oren gekomen dat dat overschot, mocht dat er zijn, is gebruikt voor het dekken van een niet gerealiseerde bezuinigingsoperatie in het kader van WMO leerlingenvervoer. En als dat zo is, vonden wij dat vreemd. Dus wij zouden graag van u vernemen of u dat heeft geconstateerd, of dat daadwerkelijk het geval is en hoe dan dat zich verhoudt ten opzichte van het negatieve bedrag van 18.000 euro in de jaarrekening. Voorzitter, dank u wel.
Ja, de controle van de eigen bijdrage van het CAK, die controle hebben we al gedaan. We hebben dat gewoon keurig aangesloten met zeg maar de specificatie die we daarvan hebben ontvangen. En daarmee is eigenlijk ook, heeft de commissie BBV gezegd, dat is wat je moet doen als accountant. En je hoeft niet naar de volledigheid te kijken, want ik heb net gezegd, van, we moeten eigenlijk nog wachten op het SVB, we moeten nog wachten op BVO en misschien nog hier en daar een zorginstelling, anders hadden we ook nog moeten wachten op CAK. En eigenlijk ja, hadden ze misschien, had de commissie BBV misschien met meerdere moeten doen. Die heeft gezegd, ja, dat sluiten we buiten, ligt dat toe. Dat de discussie over of die opbrengst nou nog meer zou kunnen zijn of had kunnen zijn en of je alle bijdragen dan hebt, die willen we een beetje buitensluiten. Nou, dat is even allereerst. Dus wij hebben gewoon dat keurig aangesloten en daarmee klopt het bedrag zoals er staat. Even kijken. Ja, ik denk ja, het al dan niet aanwenden voor leerlingenvervoer. Ja, u komt dan wel een beetje in de detail thuis, als ik heel eerlijk moet zeggen. Want ja, wij werken met een controletolerantie van dik 5 ton. En het gaat hier nu om zeg maar wel of niet 18.000 euro over of ergens anders besteed. Ja, wij hebben gecontroleerd en we hebben gezien dat die uitgaven en die opbrengsten gewoon keurig verantwoord zijn en aansluiten met de achterliggende specificaties. Ik heb nu even niet paraat of nou daar nog wat kleine verschuivingen binnen het programma of binnen dat product plaats heeft gevonden. We zouden dat bij de afwikkeling van de controle van het sociaal domein nog wel even kunnen bekijken wellicht. Maar dat heb ik op dit moment niet paraat. En dat is ook wel een heel erg detailniveau. Maar goed, als u dat plezierig vindt, kan ik dat altijd nog even, kunnen we dat nog bekijken. Voorzitter, dan de situatie rondom de middelen voor chronisch zieken en gehandicapten, de WTCG-CER. Er is gekozen om dat bedrag voor chronisch zieken aan te wenden voor, of in het kader van minimabeleid en wel via een collectieve ziektekostenverzekering. In de tweede bestuursrapportage was er een overschot gemeld van 75.000 euro. En daar is gekozen om de helft van dat bedrag te blijven reserveren voor toekomstige besteding voor ziektekostenverzekeringen. En de andere helft is gebruikt voor het compenseren van betalingsachterstanden, van betalingsverzoeken. En daar gaat eigenlijk over dat laatste onze vraag. Van is het terecht dat als je als gemeente te maken hebt met mensen die niet aan hun gemeentelijke betalingsverplichtingen kunnen voldoen en dus die bedragen kwijtscheldt, dat je dan een bedrag wat oorspronkelijk voor chronisch zieken bedoeld was, wat gereserveerd is voor een collectieve ziektekostenverzekering, dat als dat een overschot tot gevolg heeft, dat je dat overschot gebruikt en daarmee wegboekt de betalingsachterstanden die je anders ook had moeten betalen als gemeente. Oftewel, zou dit een potje kunnen zijn wat eigenlijk nog toegerekend zou moeten worden aan het totale budget van het sociaal domein. En dat was het eerste punt waar we het over hadden. En dat moeten we niet al te politiek maken, maar het is wel nuttig om te weten of de redenering die ik zojuist gaf, of die correct is. Ja, er zit wel wat inhoudelijk en beleidsmatig en politiek achter. En tegelijkertijd pak ik uw vraag maar even zo op. Kijk, als accountant kijk je naar van zijn middelen specifiek bestemd met een bepaald oormerk. En dat is op het gebied van sociaal domein, voor zover ik weet, niet gedaan. En dat betekent dus dat je daar ruimte heen hebt en dat het college ruimte heeft om te kijken hoe die middelen besteed worden en daar keuzes in te maken. En dat is dan weer uiteindelijk aan het college en aan de raad om door u te beoordelen. Dus in die zin zien wij niet dat hier fouten of onrechtmatigheden in zitten. Ja, en als dan dat besluit is genomen, dan bent u daar met z'n allen bij en moet u daar maar wat van vinden. Ja, dus ik kan het niet anders, dus het lijkt een beetje op mijn eerdere antwoord, maar zo is het. Ja. Ja, in die zin, ik zou het misschien wel eens anders willen, maar als accountant moet je bij je rol blijven. En dat betekent controleren op getrouwheid, rechtmatigheid, naleving, wet en regels. En dat de jaarrekening een goed beeld geeft. Ja, ik ga niet over beleid of risico's of hoe om te gaan met geld. Dat is er nu. Okay, dank u wel, voorzitter. De laatste vraag en die gaat over een extra storting die midden vorig jaar heeft plaatsgevonden in het kader van behoud van werkgelegenheid. Er is landelijk door de ChristenUnie een motie ingediend die door minister Plasterk is verwerkt en uiteindelijk heeft geresulteerd in een bedrag van 116.000 euro dat extra aan de gemeente is toegekomen. Met de bedoeling om daarmee werkgelegenheid te behouden. En het ging niet zo al te best in de zorg. En dat geld zou voor dat doel moeten worden besteed.
We hebben daar wat onderzoek naar gedaan en zijn er naar ons idee, en we horen graag van u of dat correct is, achtergekomen dat daar niet aanvullende maatregelen voor getroffen zijn, maar dat dat bedrag eigenlijk is gebruikt voor een besluit wat al een half jaar daarvoor is genomen, namelijk dat de gemeente 75 euro per geval voor huishoudelijke hulp bijdraagt, bovenop de 100 euro die mensen die de zorg nodig hebben zelf moesten bekostigen. En dat eigenlijk die bedragen van 75.000 euro zijn gedekt uit dat bedrag wat nadien voor het behoud van werkgelegenheid is beschikbaar gesteld. En de vraag is eigenlijk aan u wat u daarvan vindt. Ja, ook hier geldt eigenlijk van, ik heb niet vastgesteld, maar dat heeft misschien ook wel een beetje met de omvang van het bedrag te maken, dat dit een bijdrage is geweest van de minister met een specifiek bestedingsdoel. Hè? Want dan had ik dat moeten controleren of via een CISA-bijlage of anderszins. Dus is het vrij te besteden en is het alweer aan u en aan het college ja, wat je met dit geld wil doen en hoe je dat besteedt. Kijk, de algemene uitkering van het Rijk bestaat uit heel veel componenten en heel veel bijdragen. Maar ja, daar is wel van besloten om dat in zijn algemeenheid te verstrekken aan gemeenten. En ja, het komt wel op een bepaalde manier tot stand. En dit soort bijdragen komt er ook soms bij. Maar het is aan u als gemeente, en dat is natuurlijk, daarvoor is die hele decentralisatie bedoeld, om het dicht bij de burger te leggen en dicht bij de gemeente neer te leggen, om daar zelf keuzes in te maken. Dus ook hier geldt van, voor zover ik weet, maar ik kan me ook vergissen, maar zit hier geen specifieke bestedingsdoel achter. Dus is het aan u om te zeggen van, hé, wij gaan daar iets anders mee doen. En aan het college, dat is keurig verwerkt in de jaarrekening, en dat is aan u aan om te beoordelen. Dat mag u, meneer De Vries. Ik verzet mij tegen de conclusie dat er iets anders mee gedaan is. Die conclusie zou ik niet willen. Ik denk dat debat in de raad moet plaatsvinden. Dat begrijp ik, maar wij wisselen hier argumenten uit. En ik vind wel dat die argumenten op waarheid moeten berusten. Maar dat gaan we in de raad doen. Iemand nog vragen voor de accountant? Ja. De heer Remmels. Dank u wel, voorzitter. Twee vragen die betreffen in eerste instantie de solvabiliteit, zoals die beschreven is op pagina 20. Daar wordt omschreven dat de solvabiliteit is gedaald uiteraard door de voorziening die we getroffen hebben voor de Rotbrink. En dat die daarmee landelijk en in de gevarenzone zit, om het zo maar even uit te drukken. En daarna komt de zin die me even triggert. Daarbij moet worden bedacht dat de gemeente nog over aanzienlijke grondpositie beschikt. En dat woordje daarbij zou ik graag wat geëxpliciteerd krijgen van wat wordt daarmee bedoeld? Is dat nou juist positief of negatief in dit geval? Lopen we daar juist een extra risico of hebben we daar nog een appeltje voor de dorst, om het zo maar even uit te drukken? Ik ben namelijk bang voor het laatste, want dan kom ik gelijk bij mijn tweede vraag. Op pagina 21 gaat het over de toelichting op de ratio van de grondexploitatie. En daar wordt aangegeven van, nou ja, ondanks dat we afgeboekt hebben op de Rotbrink, dat we nog steeds grondexploitatie de ratio 46% is, waar landelijk die staat op 24,3%. De vraag daarbij is van, is dit indirect nog een advies om dan verder af te waarderen, omdat we erg hoog in de boom zitten qua grondexploitatie? Of is dit gewoon puur een, hoe zal ik het zeggen, een koude constatering waar we het mee moeten doen? Dat waren de vragen, voorzitter. Ja, kijk, de solvabiliteit, dat is het kengetal, hè, wat uitdrukt van hoeveel eigen vermogen heb je ten opzichte van de baat. Hè, ten opzichte van het balans totaal. Dat is relatief laag. En dan moet je, vind ik, altijd heel goed kijken naar van, en dat geldt voor schulden en voor eigen vermogen, wat staat daar tegenover aan de andere kant van de balans? Hè? En op het moment dat je weinig vermogen hebt en relatief veel schulden, maar je hebt het allemaal geïnvesteerd in voorzieningen in de stad, in riolering, in scholen en dat soort zaken, dan zou je kunnen zeggen, nou ja, dan is het nog wat minder erg als dat je zegt van, ja, maar dan zit ook nog heel veel geld in grond, wat nog best risicovol is. Zo hebben we het daarbij bedoeld, hè. Maar ja, u kunt zich voorstellen dat er ook gemeenten zijn die met eenzelfde of iets hogere solvabiliteit hebben en bijna geen grondpositie meer hebben. Dus wij proberen hier, en zo moet u denk ik de kengetallen ook zien, die zijn met ingang van 2016 voor het eerst erin gezet. Wij hebben al hier en daar wat beperkingen gemaakt. U moet zien, dat moeten we met z'n allen de komende jaren wat meer zicht op krijgen, wat meer vergelijken en ook die afwegingen tegenover elkaar zetten. Dus zo is daarbij bedoeld. Dan de toelichting op de ratio grondexploitatie.
Ja, die ratio is best hoog. Hè. Dus dat betekent veel van uw balans en veel van uw schulden zit dus ook nog wel daarin. Nee, dat betekent niet dat wij zeggen van het is niet goed gewaardeerd. Want wij controleren enerzijds de waardering, hè, aan de debetzijde van de balans, zeg ik dan maar even. Daar liggen onderbouwingen aan en uitgangspunten. Dat kan natuurlijk best nog eens een keer tegenvallen. Maar met de huidige kennis en informatie zeggen wij die staat nu goed gewaardeerd. Maar ja, het is wel een relatief groot bezit in grondposities wat je nog maar wel moet terugverdienen. En dat, nou, dan is dezelfde argumentatie die ik net had. Je had natuurlijk liever dat men misschien ergens anders aan besteed. Laat ik zo zeggen, minder gronden gehad. Dan had je last en je schuld ook had je er anders tegen aangekeken. Dus ik weet niet of dat voldoende antwoord is. Mevrouw Lagas. Dank u, voorzitter. Ik heb nog even een vraag over 6.1 op bladzijde 25. Dat gaat over de bevinding rondom die rechtmatigheid van aanbestedingen. Daar geeft u in de tweede en de derde alinea aan. Uw stuk is van 28 april. Daar geeft u in de tweede en de derde alinea aan dat er nog eventueel stukken aangeleverd kan worden of zaken nog geregeld kunnen worden. Op grond waarvan u anders zou kunnen oordelen. Mijn vraag is eigenlijk heel praktisch. We zijn nu een maand verder. Heeft u die inmiddels gekregen of zijn die gesprekken zodanig geweest dat dat eventueel bij uw definitieve verhaal aangepast wordt? Nou, het staat er niet helemaal zoals u dat zegt. Kijk, wat wij hebben bij onze interimcontrole hebben geconstateerd is van op dat moment misschien hebben we het niet helemaal goed opgeschreven, maar op dat moment ontbraken er nog stukken. En toen hebben we gezegd, nou ja, geef ons die stukken nog. Dat zou tot en met 18.8. En vervolgens hebben we de jaarrekening gecontroleerd. En toen hebben we meer gegevens gericht. Zijn we heel gedetailleerd door de facturen geweest. Dus dat werk is helemaal afgewikkeld. En dat verandert ook niet meer wat ons betreft. Dus daar zijn we klaar mee. Maar er staat een beetje een soort chronologische toelichting, zeg maar, op het proces. Dus in principe de fouten die we nu geconstateerd hebben, dat is ook de fout. Oké, als u mij toestaat, voorzitter, dan leest dat wat verwarrend. Want het leest nu, als het ware, van er kan nog wat aangeleverd worden en dan kunnen we daar nog naar. Dat staat ook gewoon letterlijk in, hè? Bij die twee, tot de eerder overlegde bevindingen nog zou aanleveren op grond waarvan mogelijk alsnog geconcludeerd zou kunnen worden dat de gesignaleerde zaken wel rechtmatig zijn aanbesteed. Dat staat er dus in. Dus als ik dat lees, dan begrijp ik uw inleiding straks wel, maar nu uw toelichting maakt duidelijk dat dit dus een als-dan stuk is wat inmiddels is achterhaald. Maar dat leest dan even wat lastig. Nou, misschien kunnen we. Hè? We hebben geluk dat we nog definitief moeten maken. Maar ik zou zeggen, het heeft een beetje mee te maken. Wij beginnen met de managementletter in de eerste alinea. En dan zeggen we, wat is er vervolgens gebeurd? We kijken nog even naar. Yes. Ik kijk nog een keer de kring rond. En ik constateer dat er geen vragen meer zijn. Dan worden de heren bedankt voor de toelichting. Ik heb naar aanleiding van de verklaring op 15.6. Het is jammer dat hij niet op 13.6 komt. Want in principe hebben we op 2 juni de bespreking. En ons voorstel is dat we dat ook gewoon door laten gaan, inclusief moties en amendementen. En dat de vaststelling gebeurt in de raad van 16 en anders uiterlijk 30.6. En dat laatste, dat zouden we eigenlijk moeten vermijden, want dan zitten we naar de kadernota. Dus ik kijk nog eens een keer naar links. Is 13 juni mogelijk? Ja, voorzitter, ik kan heel veel beloven, maar wij zijn gewoon afhankelijk van derden. En dat maakt het voor ons behoorlijk lastig om dingen te gaan beloven. Wat ik u wel mee wil geven is, kijk, ik begrijp dat u verder wil in die planning en controlecyclus. De vraag is van, gaan er grote financiële consequenties komen uit de uitkomsten van de SVB, van BVO? En mijn inschatting is dat dat mee gaat vallen. Er kunnen best fouten komen, maar als er financiële fouten of materiële rechtmatigheidsfouten komen bij de SVB, ja, ik denk niet dat u uw geld terugkrijgt. Tenminste. Dat lijkt mij sterk. Maar dus mijn advies zou toch zijn van behandel gewoon het accountverslag en de jaarrekening inhoudelijk. En ja, zodra wij kunnen, zullen wij proberen de zaak af te wikkelen. Maar ik ben bang dat 13 juni echt nog een uitdaging wordt. En dat we eigenlijk moeten uitgaan van de 30e. Ik kan niks anders van maken. Ja, in principe
zouden we dat in de agendacommissie moeten bespreken. Maar ik denk dat we veiligheidshalve gewoon de vaststelling op 30 juni moeten doen. Dat kan ieders goedkeuring wegdragen. Dan is al dus besloten. Voor degene die thuis meedoen, wij hebben wat technische problemen om de presentatie op te starten. Inmiddels hebben meneer Werkhoven en mevrouw Kinkel hier achter de tafel plaatsgenomen voor de stresstest. Het woord is aan de heer Werkhoven. Goedenavond. We hebben een opdracht van de gemeenteraad van Ommen, van u dus. Met gemandateerd opdrachtgeverschap van meneer Tenkink hebben wij een financieel onderzoek gedaan. Ik heb net de accountant beluisterd en natuurlijk ook zijn verslag gelezen. Ook meegenomen in ons onderzoek. En ik denk dat we een prima aanvulling daarop kunnen hebben gedaan met ons onderzoek. Het bijzondere is dat wij het gaan hebben over een onderzoek wat hij nog niet heeft. Wij hebben ze hier meegenomen in gedrukte vorm. En meneer Tenkink heeft aangegeven dat hij in de loop van de avond digitaal zowel de presentatie krijgt als het onderzoek. Maar het voornemen was om op hoofdlijnen mee te nemen in ons rapport. Dat is een rapport van bijna 40 pagina's. Dus dat doen we absoluut de hoofdlijnen en ziet u het maar als een soort leeswijzer. En een aanvullend verzoek van mij is, als u vragen heeft, stelt u die alsjeblieft gelijk. Dat geen enkel bezwaar daartegen. Ter inleiding. De accountant zei net dat er een sprake was van een zorgelijke situatie. Nou, dat ben ik met hem eens, met één aanvulling. Ik zou er het woordje zeer voor willen zetten. Het is een zeer zorgelijke situatie. Ik ga dat straks ga ik dat aankleden. Wij gaan samen het woord vormen. Dit is mijn collega Tamer. Ik doe de eerste helft en zij neemt u mee in de tweede helft. We gaan het hebben met u over een kort het doel van ons onderzoek. De werkwijze die wij hebben gevolgd. En we gaan per geanalyseerd onderzoek, onderwerp, dat zijn er 7, gaan wij u meenemen in de hoofdconclusies. Nou, onze opdracht was, geef inzicht in de financiële positie van de gemeente Ommen. En toets daarbij de financiële weerbaarheid, stabiliteit en flexibiliteit. Nou, dat doen wij aan de hand van een onderzoek wat wij een stresstest noemen, maar ook wel een big tire. Die big tire, die letters staan voor 7 heel bepalende onderwerpen voor uw financiële positie. U ziet ze hier staan, belastingen, inkomsten, grondexploitaties, treasury, schulden, investeringen, reserves, bezittingen, maar ook uw exploitatie. We hebben ook gekeken naar uw oude begroting en uw nieuwe begroting. We hebben ons onderzoek gedaan op basis van zoveel mogelijk objectief materiaal. Hè, om u zo objectief mogelijk te informeren over uw financiële positie. Hoe hebben we die objectiviteit geborgd? Enerzijds door een ambtelijke organisatie te vragen om een check te doen op een feitelijke check te doen op ons rapport. Dat is gebeurd. Anderzijds door zoveel mogelijk objectieve normen te gebruiken. Dat zijn zeg maar normen die landelijk worden gebruikt, die door gerenommeerde instituten worden gebruikt. Denk aan bijvoorbeeld aan een onderzoeksinstituut als het CULO. Maar ook vanuit de accountantsdienst. U heeft net al gehoord over solvabiliteit, maar ook een current ratio en allemaal ratios die wij gebruiken zijn vrij gewoon in de financiële wereld. Daar is ons onderzoek met name op gebaseerd en daar staat ons rapport vol mee. Daarnaast hebben wij eigenlijk bij alle onderwerpen hebben wij gezocht naar benchmark gemeentes. Dat zijn gemeentes waar u goed mee te vergelijken bent. Dan heb je het over gemeentes met eenzelfde inwonertal, met eenzelfde omvang van de begroting, met eenzelfde sociale structuur, met eenzelfde centrumfunctie. Kortom, dat zijn
goede referentiegemeentes die wij gebruiken om te kijken van, goh, zo zien wij het in Ommen. Maar wij zien bij referentiegemeentes zien wij het zo. Dat is ook om het zoveel mogelijk te objectiveren, onze bevindingen. Nou, even terugkomen op wat ik zei, zeer zorgelijk. Wij hebben onze conclusies hier op één sheet even willen verwoorden. Nou, u ziet één groen vakje, drie rode en twee oranje. Dat is even de korte onderbouwing van waarom zeer zorgelijk. Ik ga het straks gaan wij u meenemen in dat verhaal. Maar zowel ten aanzien van grondexploitaties, reserves, dus bezittingen en exploitatie, zien wij gewoon zorgelijke feiten. Belastingen. Dat is het eerste onderwerp. U ziet, die staat door de letters daarboven, ziet u groene letters. Dus dat is, heeft groen gescoord. Dat betekent in dit geval dat, dat is positief voor uw gemeente, maar ook positief voor uw burgers. De belastingdruk is niet heel erg hoog. Dat is een gemiddeld. Dat wordt altijd een landelijk vergelijk gemaakt. En u zit zo rond de positie 231 van zeg maar de 390, 400 gemeentes. Dus u scoort iets boven het gemiddeld. Als wij dat wat meer objectiveren, dan kijken we naar de tarieven die u hanteert. En dat zijn de tarieven op het gebied van OZB, riool en afvalstoffen. En dan ziet u dat, we hebben het afgezet tegen het landelijk gemiddelde, dat alleen bij riool u boven het landelijk gemiddelde zit. Bij de andere drie zit u daaronder. Ik moet mijn bril afzetten om te kunnen lezen, dus ja, van dichtbij. Ja, sorry. We hebben daarnaast gezien dat u een onbenutte belastingcapaciteit heeft van circa 1,3 miljoen op OZB. Dat betekent dat u het rijk hanteert voor gemeentes die, we hopen dat u daar niet terecht gaat komen. Het zal ook best wel niet, omdat daar heel hard aan gewerkt wordt door u en door het college. Maar als u in een artikel 12 situatie terecht zou komen, dan eist het Rijk dat u een bepaalde OZB-inkomsten gaat heffen. En die zijn dan 1,3 miljoen hoger dan u nu heft. Nou, u heft nu ongeveer 3 miljoen. Dus dat betekent dat uw OZB met ruim 1/3 omhoog gaat, de druk voor uw inwoners. Dat is nog niet het geval, hè? Dat zou u nog kunnen. Nou, wat we verder hebben gekeken, naast die tarieven die ik net noemde, OZB en riool en afval. We hebben ook gekeken naar de kostendekkendheid trouwens van die riool en afval. Ook daarover hebben we wel opmerkingen, omdat we zien dat een aantal onderwerpen wordt meegenomen in de kostprijsberekening van die tarieven die niet mogen of die niet in die mate mogen. En dat soms, we zien ook een aantal zaken die juist niet meegenomen worden. Dus dat vraagt voor de ambtelijke organisatie best nog wel even een kritische blik naar de hoogte van de heffingen. Voorzitter, even een technisch vraagje. Mocht u meteen vragen stellen. U zegt er zijn een aantal zaken niet meegenomen. Bijvoorbeeld met de afvalstoffenheffing. Betreft dat bijvoorbeeld dividend die uitgekeerd wordt? Nou, bij de afvalstoffenheffing, daar wordt wel alles in meegenomen, maar in een belangrijke, wat straatreiniging, dat was de allerbelangrijkste. De kosten daarvan worden voor 70% verdisconteerd in dit tarief. En nou, daar is landelijk is daar jurisprudentie over. We hebben zwaarschriften, dat is te hoog. Maar dat was de belangrijkste bij afval bijvoorbeeld. Nou, we hebben ook gekeken naar andere inkomsten. Zo heeft de gemeente geen precario belasting op leidingen. Een fix aantal ook vergelijkbare gemeentes doen dat wel. Daar is een onderzoek van geweest vanuit de ambtelijke organisatie. Maar u heeft dat op dit moment nog niet. Voor sommige gemeenten is dat een fixe inkomstenbron. U heeft ook geen parkeerbelasting. Nou, u bent een toeristische gemeente, dus geen roerende zaakbelasting, geen baatbelasting en geen reclamebelasting. Nou, wat ik net al zei, de lokale lasten, u neemt zo'n positie 230 in
waarbij de tarieven voor OZB, riool en afval onder het landelijk gemiddelde liggen. En u heeft potentie bij OZB, bij... Sorry, ja. Sorry, afvalstoffen zat net toch juist hoger? Ja, in het algemeen is het... Rond het gemiddelde afvalstof is iets hoger. Ja, u leest dat in ons rapport. Dat heeft te maken met de DIFTOR-tarieven die u hanteert. Dus het is maar net met welke ogen je er naar kijkt. Dat is een nogal technisch verhaal als ik dat uit moet gaan leggen. Het Coulo heeft daar een bepaalde aanname van hoe er omgegaan moet worden met dat DIFTOR-tarief. En de gemeente Ommen heeft daar een iets andere insteek. Maar dat was misschien handig geweest, een sterretje. Onder wat het dan betekent. Want ik mis er nu wel eentje, want er was nog een vierde die onder het landelijk gemiddeld lag en die staat hier nou niet bij. Ik ga even voor je terug, dan laat ik het even zien. Die van de rioolheffing. Ja. Oh, geef het in staat. Oh ja, hij staat er wel bij. Die OZB was opgesplitst. Ja. Die OZB was opgesplitst, ja. Ik zie het nu weer. Ja. Nou, wat wij gekeken hebben, dat is meer... waar zien wij potentie op het gebied van belastingen? Dat is allemaal een politieke besluit uiteraard. Maar we zien potentie bij OZB. Dat zou, dat is die ruimte van 1,3 miljoen. En we zien potentie bij toeristen- en parkeerbelasting. Allemaal politiek. Ja, Bogus. Dank u wel, voorzitter. Dit is een momentopname, 2016. Cijfers 2015, denk ik. Heeft u ook naar de trend gekeken? Want het klinkt heel mooi, er is nog belastingcapaciteit en we zitten nog pas op plek 230. Volgens mij kwamen we van een veel betere plek af. Heeft u ook naar de trend gekeken? Want dat bepaalt natuurlijk ook wel de stresstest. En naar welke trend bedoelt u? Nou ja, hoe zijn de ontwikkelingen? Ja, we hebben een... Met betrekking tot de reservepositie of hoeveel is er al extra aan belasting geheven afgelopen jaar? Ja, we hebben daar... we hebben ook rekening gehouden bijvoorbeeld met die 5% opslag op de OZB. Dus we hebben meerjaar gekeken. Zowel vooruit als achteruit hebben we een meerjarig perspectief geboden in ons rapport. Ja. Nou, we hebben ook gekeken van, goh, hoe zit uw inkomstenpositie nu in elkaar? Dat is naast de belastingen die we nu hadden, die een belangrijke plek daarvoor innemen. Hebben we gekeken naar de afhankelijkheid van rijksinkomsten. We hebben daar geen waardering aan gehangen, want wat is goed? We zien daar grote verschillen in gemeenteland. En u wijkt eigenlijk niet af van het landelijk gemiddelde voor gemeentes van uw grootte. We hebben gekeken van, naar uw afhankelijkheid van, van de rijksinkomsten. 61%. Geen afwijking. 61%, dat betekent wel... Ja, dat heeft u misschien wel meegemaakt in het kader van de bezuinigingen op rijksniveau. Gemeentes die met een wat hoger percentage zitten, dus zeg maar boven de 50%. Ja, die merken dat als het Rijk gaat bezuinigen. Dus in die zin bent u iets kwetsbaarder dan gemeentes die lager scoren. Nou, we hebben gekeken naar uw grondexploitatie. Daar staat ook heel veel over in uw jaarrekening. En daar heeft u ook belangrijke beslissingen in te nemen ten aanzien, of heeft u een fors verlies genomen. We hebben gekeken naar uw grondexploitaties, we hebben ze ook voor u nog eens een keer in kaart gebracht. We hebben uw meerjarenprogramma grondexploitaties hebben we geanalyseerd. We hebben gekeken, u sluit met een negatief resultaat van 1,3 miljoen. Daar staan wel voorzieningen tegenover. Die dat afdekken. Hetzelfde verhaal eigenlijk net als bij de accountant. U heeft niet in exploitatie genomen gronden. Dat is die onderste regel van ruim 5,2 miljoen. En wij zien dat wel als een risico. En met name ook uit het oogpunt van uw beslissing als raad voor een, ik noem het maar een passief of wat meer faciliterend grondbeleid. Dan heeft u een forse grondpakket in uw bezit. Nou, we hebben daar ook een aantal risico's in onderkend. Ik ga daar wat sneller doorheen, want daar zou u eigenlijk de achtergrond voor moeten kennen. En die komt u best te weten. Maar er is geen rekening gehouden met bij de berekeningen in de meerjaar grondexploitaties met inflatie over de kosten. Nou, wij weten één ding zeker, de inflatie is op dit moment positief en er zijn geen
tekenen dat die negatief zal worden. Dus de kosten gaan omhoog. Nou, het verlies en de risico's natuurlijk omtrent Rotbrink. En wij hebben een risicoberekening gemaakt, een geactualiseerde risicoberekening. En die ligt iets boven de risicoberekening waar nu mee gewerkt wordt, ook in de jaarrekening. Wij zien een risico van 3,4 miljoen en er wordt nu nog gerekend met 2,9 miljoen. Maar goed, kunt u daar iets meer over vertellen hoe u daar toe gekomen bent? Ja, het staat wellicht ook allemaal in de rapportage. Ja. Maar waar zit het verschil tussen de gemeentelijke berekening? Los even van wellicht een andere peildatum, maar ja. Kunt u daar iets over vertellen? Ja. Wij kijken naar zeg maar kosten die nog gemaakt moeten worden. En we kijken naar opbrengsten die nog gerealiseerd moeten worden. En daar kijken we heel kritisch altijd naar de markt om daar risico over te bepalen. Dat hebben we gedaan, zowel op kosten die nog gemaakt moeten worden en opbrengsten die nog gerealiseerd moeten worden. Daar hebben we risicoberekening op gedaan, maar we hebben er ook nog eens een keer rekening gehouden met bovenste in deze sheet. Dat er geen inflatie over de kosten is meegenomen. En dat hebben we gewaardeerd op een risico van 1,9 miljoen. En dat is eigenlijk wel het grootste verschil. Nou, dan naar schuldenpositie. De netto schuldquote, dat is het positieve, valt binnen de norm van 130%. Dat is een VNG-norm. En volgens de berekening van de gemeente zal deze de komende jaren stijgen. U zit een wat ingewikkeld staatje daarnaast met een drietal berekeningen van een netto schuldquote. Dat is conform de VNG-norm. Dat is conform Ommen, en dat is een berekening die wij zelf vaak maken. Het beste is dat u kijkt naar de VNG-norm, dat is zeg maar de middelste lijn. En dan zie je dat u eigenlijk niet zo'n hoge schuldquote heeft. 65% en 76%, afgezet tegen landelijke normen van de VNG. Ja, voorzitter, ik zou dan graag ook die berekening willen zien, welke norm u neemt, maakt me niet uit, maar dan voor 2016, zoals we dat ook in de vorige sheets. Na de zeg maar afwaardering van de gronden en de schuldpositie, ja. Want in 2013 en 14 jaar, toen hadden we nog reserves waar we uit konden putten. Dat is inmiddels wel anders. Ja, nemen we mee. Ja. Ik kijk even naar de rest van de Treasury. Nee, daar zit heel veel niet heel veel nieuws bij. Nee. Ja, doet hij het weer? Ja. Dan komen we aan bij de investeringen. Daar kijken we naar de kapitaallastennorm en dan bekijken we de uitgaven aan kapitaallasten. Ja? Oké. Ik begin maar even opnieuw. Ik weet niet wanneer die uitviel. Dus de kapitaallastennormen, daarbij kijken we naar de kapitaallasten en hoe die zich verhouden ten opzichte van de exploitatie en hoe zich dat door de jaren heen uitstrekt. Daarbij zien we dus of de kapitaallasten, of dat structureel meegenomen wordt of dat die afnemen en dat lasten voor andere structurele uitgaven gebruikt worden, waardoor eventuele vervangingsinvesteringen in gevaar zouden kunnen komen. Nou, wat we bij de gemeente Ommen zien is dat de kapitaallastennorm de komende jaren intact blijft. Dus dat is positief. De reden dat we hier toch de kleur oranje aan hebben gegeven is dat een deel van die kapitaallasten worden gedekt via de reserve kapitaallasten. En die is de afgelopen jaren al ingezet een aantal keer om een stukje door te schuiven naar de algemene reserve.
waardoor wanneer die niet voldoende aangevuld wordt, komt de structurele dekking van de kapitaallasten van de betreffende activa, die komt in de toekomst in gevaar. Daarnaast zien we ook geen structurele dotaties, dus toevoegingen aan die reserve terugkomen, waardoor er ook geen rekening mee gehouden is dat er ooit vervangingsinvesteringen gedaan moeten worden. Mag ik een vraag stellen, voorzitter? Bent u op de hoogte van het feit dat wij beleid op dat gebied hebben geformuleerd, namelijk dat we de kapitaallastenreserve afbouwen en die kapitaallasten waar u het over heeft voor vervangingsinvesteringen gewoon structureel in het budget gaan opnemen? Nee, hebben we niet gezien. Maar hebben we ook niet gezien in uw begroting, hè? Het beleidstuk wat we 1 of 2 jaar geleden geformuleerd hebben en waar we dus ook de afbouw van de reserves kapitaallasten het gevolg van is. Ja, maar dan, wij hebben niet de financiële vertaling van dat beleid gezien. Dan komen we aan bij reserves, waarbij de ontwikkeling in de jaarrekening 2015 natuurlijk tot een heel ander beeld leidde. We hebben hier met name in eerste instantie gekeken naar 2014, omdat die gegevens eerder beschikbaar waren en omdat de jaarrekening 2015 nog geen vastgesteld stuk is. We voegen in het rapport, beschrijven we wel dat de ontwikkelingen in de jaarrekening 2015 grote negatieve gevolgen hebben op de reservepositie. Maar wanneer we kijken naar wat er in de afgelopen jaren is gebeurd en naar de meerjarige begroting, dan zien we in het tabelletje dat daarbij eigenlijk de komende jaren meer uit de reserves gehaald wordt dan dat er toegevoegd wordt. Dus dat daar structureel, dat die lager worden. En wanneer je kijkt naar deze jaren zou dat rond de 12 miljoen zijn. Daarbij hebben we gekeken naar de mate van beklemming en vrijheid van de reserves. Dat is dan per jaarrekening 2014, waarbij we zagen dat ongeveer de helft was de algemene reserve en de andere helft van de reserves die waren beklemd. Dus een vrij groot deel van het eigen vermogen was ook vrij besteedbaar. Maar nogmaals, de jaarrekening 2015 zal daar een grote invloed op hebben. Gezien die ontwikkelingen en ook het meerjarig perspectief dat hierin staat, stellen we dat de reservepositie van de gemeente Ommen sterk onder druk staat. Maar even voor de volledigheid en voor het juiste beeld. Als ik goed begrijp, heeft u dus de 5,5 miljoen intieren van reserves die het college nu voorstelt voor de jaarrekening van 2015, heeft u nog niet verdisconteerd in deze cijfers? Nee. Dus een snelle berekening leert dat we dan al, al gauw 18 miljoen aan de reserves hebben ingeleverd. Ja, dank u wel. Ja, we hebben dat wel beschreven, maar niet in deze tabel. Ja. Ik heb het 2 jaar geleden ook al beschreven, dus ik kan u de grafieken geven. Dan gaan we naar de laatste letter van de Bictariëse E, de exploitatie. Daarbij kijken we naar de ontwikkeling van het saldo in de meerjarenraming en hoe de jaarrekening en de begroting van de afgelopen jaren zich tot elkaar verhouden. En we doen een begrotingsanalyse waarin een benchmark wordt gemaakt met de goed vergelijkbare referentiegemeenten, zoals we eerder toegelicht hebben, op een aantal hoofdfuncties. Die zal ik in de volgende slide laten zien. En wanneer we kijken naar de meerjarenraming, en dat beeld kwam ook al even terug in dit tabelletje, we zien dat er meer uit de reserves gehaald wordt dan dat er toegevoegd wordt. En daarnaast zien we ook dat de meerjarenraming voor de bestemmingen voor de reserves, dat die voor alle jaren in de begroting 2016 negatief zijn. En na bestemming blijven ook de jaren 2016 en 2018 nog, laten nog een negatief beeld zien en 2017 en 2019 een kleine plus. Wanneer we dan kijken naar die benchmark die we uitgevoerd hebben, daarbij is het goed om even goed na te denken bij wat de plusjes en de minnetjes zijn. De plusjes laten namelijk zien
dat de gemeente Ommen de betreffende taak goedkoper uitvoert dan de vergelijkbare gemeente. Dus dit zijn uitgaven netto lasten per inwoner. Dat staat ook nog uitgebreid toegelicht in het rapport natuurlijk. Maar de korte conclusie die we op basis hiervan kunnen trekken is dat de gemeente Ommen op veel taken minder lasten heeft, of netto lasten minder uitgeeft aan de taken dan de referentiegemeente. En alleen op onderwijs en ruimtelijke ordening en volkshuisvesting is dat niet het geval en geeft de gemeente dus meer uit dan vergelijkbare gemeenten. De heer De Vries. Ik heb twee vragen. Ja. De ene is, moet dat positief geduid worden als je er minder aan uitgeeft? De tweede vraag is, want u gaf in uw bewoording min of meer aan alsof wij dat ten opzichte van vergelijkbare gemeenten goedkoper uitvoeren. Maar dat kan betekenen dat je er ook minder doet. Dus die kwalificatie zou ik graag even van u willen horen hoe nou het beeld is. En de tweede vraag die ik zou willen stellen. We zien met name op onderwijs natuurlijk een negatieve positie. Maar die is denk ik wel verklaarbaar als je kijkt naar de grootte van het speciaal onderwijs in deze gemeente. En dat dat niet alleen specifiek voor deze gemeente is. Maar dat daar grote groepen leerlingen van buiten de gemeente toevallig in onze gemeente onderwijs volgen. Dus er zijn wel verklaringen, denk ik ook. Heeft u die ook in het rapport opgenomen? Ja, in die vergelijkbare gemeente hebben we wel gekeken naar een vergelijkbare centrumfunctie. Dus die aantrekkingskracht op andere gemeenten. Dan voor zo'n specifiek onderwerp als onderwijs zit dat er misschien niet voor 100% in. En daarnaast gaf u, denk ik, met uw tweede deel van de vraag al een deel antwoord op het eerste deel van de vraag. Het kan zijn dat de taakuitvoering van de verschillende gemeenten, dus de kwaliteit, ook verschilt. Dus het is niet pers. Dan denk ik dat u, om dit een kwalificatie te laten zijn, ook een oordeel moet geven over de mate van de kwaliteit van de dienstverlening ten opzichte van de uitgaven. Want stel dat die referentiegemeentes inderdaad veel meer uitgeven, maar qua bijvoorbeeld klanttevredenheid lager scoren, dan zeg ik puik gedaan. Maar het kan natuurlijk ook omgekeerd zijn. Ja, kijk, de kleur die hier aan gegeven is, hebben wij gedaan uit het oogpunt van wat de mogelijkheden van de gemeente zijn om besparingen te realiseren. Dus we hebben gekeken heel specifiek naar uw situatie. En daar, nou, dat hoef ik u niet uit te leggen, daaruit blijkt dat u behoefte heeft aan besparingen. Ja, voor een sluitende begroting. Dit is geen kwalitatief oordeel over taakuitvoering. Dit is geen kwalitatief oordeel over de mate van taakuitvoering. Dit is geen kwalitatief oordeel over politieke besluitvorming. Dit is een heel objectief vergelijk met hele goede referentiegemeentes. En wij hebben daar een waardering aan gegaan die iets zegt over de mate van beïnvloedbaarheid nog van uw begroting. Dan denk ik dat u de conclusie helder zou moeten maken. Want als je ziet dat je aan algemeen bestuur 58% minder uitgeeft dan referentiegemeentes, dan zou de conclusie, of in ieder geval vergelijkbaar minder uitgeven, dan zou uw conclusie moeten luiden dat daar dus ook nauwelijks nog bezuinigingsmogelijkheden te vinden zijn. Nou, zo ziet u het ook in het rapport terug. Oké, okay, helder. En dus als ik hem even samenvat, wat mijn collega net zei, op de functies onderwijs en ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, daar geeft u meer uit. En die bedragen die daarachter staan, dat wordt allemaal uitgelegd, maar die moet u vermenigvuldigen met het aantal inwoners. Dan heeft u een netto bedrag wat u meer of minder uitgeeft. Dat zijn in potentie, zeg maar, taakvelden waar je zou kunnen beginnen met het zoeken naar. Ja, bezuinigen. Ja. Oké, en dan komen we aan eigenlijk bij de conclusie met betrekking tot de financiële weerbaarheid, de financiële stabiliteit en de financiële flexibiliteit. In relatie tot de onderwerpen die we net langsgelopen zijn, kunnen we stellen met betrekking tot de financiële weerbaarheid van de gemeente dat via de reservepositie dat de jaarrekening 2015 daar een belangrijke invloed op heeft en dat de weerbaarheid daardoor ernstig in gevaar komt.
De financiële stabiliteit, daarbij zien we dat de gemeente de komende jaren nog geen structureel sluitende begroting heeft. Dus ook die stabiliteit die is nog niet 100% goed, om het zo te stellen. Daarbij hebben we wel wat mogelijkheden gezien die er eventueel bestaan binnen belastingen. Financiële flexibiliteit. Daarbij kijken we terug naar dat staatje van de, binnen de exploitatievergelijking die we net zagen. Dat we op basis daarvan dat er weinig mogelijkheden lijken te zijn voor extra bezuinigingen. En dat ook de reservepositie weinig mogelijkheden biedt om daarbij extra investeringen te doen om tot bezuinigingen te kunnen komen. Dus, volgens mij, heb jij nog iets toe te voegen? Nee. Nou, dit is op hoofdlijnen een introductie bij het rapport. En nogmaals, dit is niet meer dan een leeswijzer en ook een soort prikkel misschien om u te stimuleren als u dat nodig heeft, zo'n prikkel om te gaan lezen. Wij denken dat in combinatie met het rapport van de accountant, het jaarverslag en dit rapport, dat u de instrumenten in handen zou hebben om uw wetgevende taken kader stellen en controle om die uit te kunnen voeren. U wilde een vraag stellen? Ja. Het allereerste is natuurlijk mooi als leeswijzer. Ik ben heel erg benieuwd naar je inhoud, maar ik denk dat meer de collega's dat zijn. Ja. Gaat u ook iets verder? Hè? Want we zeggen heel vaak ook tegen onze rekenkamercommissie, dat is mooi als je van alles concludeert en vooral ook heel veel inventariseert. En daar worden we ook heel gelukkig van als we al die staatjes zien. Maar gaat u ook iets verder? Hè? Dus in de zin van advisering of nog dieper op de analyses van wat je dan zou moeten doen als hè? Want we staan nu voor het keerpunt natuurlijk, dat we zeggen van we moeten linksaf, rechtsaf of hoe dan ook. Gaat u daar iets dieper op in combinatie met de rapporten die er nu liggen, ook van de accountant? In uw eigen rapport dus? Ja. In de rapportage, daar geven wij... Over het algemeen zijn oplossingen die gekozen zouden kunnen worden door Ommen, of maatregelen die echt getroffen moeten worden, die zijn evident. Die komen evident uit ons rapport. We hebben wel, omdat wij tot nu toe gewerkt hebben voor uw gemeenteraad en daarbij niet nog het rapport kenbaar is aan, aan het bestuur, aan het college. En het toch in eerste instantie aan het college is om nu met voorstellen richting uw raad te komen voor oplossingen. Denk ik dat het echt in de volgende fase, waarin we dit rapport ook gaan presenteren met uw toestemming aan het college, om dan veel meer te komen in de zin van wat meer gedetailleerde en hardere advisering. Ja. We hebben daar in dit rapport oplossingen, risico's zijn evident uit het rapport, maar we hebben niet opgesomd waar je misschien naar vroeg van goh. Als wij Ommen zouden zijn, wat zouden wij dan doen? Nee. Als ik mag, voorzitter, dan als ik het goed begrijp, zegt u van wij gaan nog in gesprek als wij dat akkoord vinden met het college. En vervolgens geeft u een verdere analyse of verdieping richting het college. Om ook handvatten te geven die weer richting onze kant op komen. Ja, uiteraard als daar behoefte aan is bij het college. Ja. Oké, dank u wel. Mevrouw Lagas. Ik heb nog even een vraag over de werkwijze. Af en toe kwamen hier vanuit de raad wat tips naar voren over beleid wat geweest is en de keuzes die al gemaakt waren. U zei van dat was me niet bekend of dat hebben we niet gezien. Hoe heeft u gewerkt? Of staat het ook in het rapport uitgelegd? Waar heeft u informatie vandaan gehaald? Met welke gesprekken heeft u gevoerd? Dat soort zaken. Sorry. Wat wij gedaan hebben, wij hebben schriftelijke informatie hebben wij opgevraagd bij de ambtelijke organisatie. Wij hebben voor de indicatoren, en er staan ik denk zo'n 40 indicatoren staan er in het rapport, hebben we ook gebruik gemaakt van externe bronnen. Dat zijn onderzoeksbureaus, dat is VNG, dat zijn... Die staan ook in de voetnoten. Ja, die staan allemaal aangegeven in de voetnoten. Dus we hebben zowel gebruik gemaakt van interne informatie als van externe informatie. En het enige contact wat we hebben gehad met de ambtelijke organisatie daarnaast. We hebben aanvullende vragen gesteld op basis van de informatie die we kregen voor nadere uitleg of voor nadere verdieping. Is dat we die feitelijke toets hebben gedaan. Ja, laten doen. Dat is onze aanpak geweest. Ik zag nog een vraag. Ik heb ook
Ja, dank u wel. Ja, nou, even aansluitend op mevrouw Lagasse. Ik heb ook wel behoefte aan de bronnen die u gebruikt heeft en de referentiegemeentes waar berekeningen losgelaten zijn. En het tussenvraagje, die werd getriggerd toen u antwoord gaf op mevrouw Bakelaar. U gaat dit nog met het college bespreken, begrijp ik. Maar is dat allemaal binnen het tarief wat daarvoor bepaald nemen? Dus, of gaan we hier gratis adviezen geven aan het college, terwijl het budget van de raad is? Maar die vraag kan wellicht op later moment beantwoord worden. Wat mij nog wel intrigeert is, het klinkt heel mooi, er is nog belastingcapaciteit. Ik vraag me af, hoe is die norm? Want is dat een absoluut cijfer wat betreft puur de last van een OZB? Of worden daar ook andere factoren in betrokken? Misschien heeft een gemeente op het platteland andere dure zaken die ook een gemiddelde burger betreffen. Dus ik wil even weten, hoe absoluut is het cijfer nog belastingcapaciteit wat nog zogenaamd over is? Die norm van de belastingcapaciteit, wat ik u gezegd heb, hè, dat is zeg maar de artikel 12, de rijksnorm die gehanteerd wordt. Dus die is heel hard en die hebben we afgezet tegen wat u aan OZB heeft. Dus wat dat betreft is die indicatie, die norm, hè, die 1,3 miljoen was het bijna, die is hard. Ja. En uw andere vraag daarvoor nog was, ja, wij hebben u ziet uitgebreide bronnenverwijzingen naar websites, naar dus de externe bronnen die wij gebruikt hebben, daar zit u uitgebreide verwijzingen naar. Ik constateer dat er verder geen vragen zijn. Nou, dan is er toch nog een vraag. Op de valreep. De term stresstest doet bij mij ook het gevoel opkomen van dat er scenario's geanalyseerd zijn van mogelijke toekomstige gebeurtenissen. En hoe je die kunt opvangen. Is dat ook gebeurd? Wij hebben geen scenarioverkenning gedaan. Nee, we hebben de financiële situatie hebben wij in kaart gebracht. En dat hebben we, zoals ik net beantwoordde, hebben we dat meerjaar gedaan. Zowel terugkijkend als vooruitkijkend. En wij trekken dan conclusies over de weerbaarheid. Ja, we hebben geen scenario's doorgerekend. Dan was dit echt de laatste vraag. Meneer Berkhoven, mevrouw Kinkel, bedankt voor de toelichting en de rapportage, die zien we binnenkort. Voorzitter, nog even een herinnering. Dus in die rapportage wordt verwerkt de solvabiliteits- en de vermogensberekeningen met de cijfers vanuit de jaarrekening 2015. Die wordt nog toegevoegd. Die wordt nog toegevoegd, hè? Dat we niet met hele oude kengetallen werken van 2012-13, maar echt actueel. Oké, prima. Dank u wel. Dan nogmaals bedankt voor de toelichting. Moet u nog een verwijzing doen naar de schriftelijke? Dat komt straks wel. Dat komt straks. Dan was dit het einde van het deel voor de raadsleden. En dan gaan we nu over naar agenda punt 4, de jaarstukken. En dan... Dan mag het college aanschuiven aan tafel. Oh, zij staat op 3-2. Voor? Ja. Waarschijnlijk wel. Dan gaan we verder met de behandeling van agenda punt 4. Jaarverslag 2015 gemeente Ommen en alles wat eraan aan vasthangt. Van wie mag ik het woord geven? Mevrouw Bakelaar. Ja, voorzitter. Dank u wel. Allereerst college en de ambtelijke organisatie, dank voor de beantwoording van onze vragen. We hebben één vraag en dat heeft ook wat te maken met het feit wat de accountant aangaf. In hoeverre wordt er nu actie ingezet op de inkoop- en aanbestedingenbeleid? Ook naar aanleiding van de punten die we namelijk ook met de Rekenkamercommissie hebben benoemd. En daarin zaten ook precies de items die de accountant benoemt, zoals altijd de intake met de inkoopadviseur meenemend en dergelijke. En nou, we horen graag van het college hoe dit nu toch gebeurd kan zijn. En dat was de vraag die ik voor deze commissie heb. Dank u wel.
Verder nog vragen? Geen vragen, dan is het woord aan wethouder Scheerder. Dit werkt. Nou, allereerst ben ik natuurlijk buitengewoon blij dat de zaak zodanig helder is dat er geen nadere vragen zijn. De vraag van mevrouw Wakelaar over de inkoop als volgt. Ja, we hebben natuurlijk vastgesteld dat dat nog steeds een punt is. Ik denk wel dat het goed is om zeg maar daar een paar onderscheidingen in te maken. Allereerst de vaststelling van de accountant, en die is correct, is dat uiteindelijk toch nog een aantal dossiers niet conform de regels worden uitgevoerd. Intern naar gekeken. Het is zo dat we de voorzieningen, de regels, procedures hebben op orde. Waar de accountant, die zei ook, van er zijn stappen gemaakt. In de praktijk moet dat toch nog beter worden geborgd. En dat is het aandachtspunt wat ook het college ter harte neemt. Dat is D. Dus dat is eigenlijk de hoofdmoot. Dat moeten we gewoon gaan doen. Twee, het is misschien wel belangrijk om te zien en ook te zeggen van als je kijkt naar de fouten die hier op dit punt zijn gemaakt in de telling, zijn er twee dingetjes die wel interessant zijn om te melden. De eerste is dat de accountant een hogere norm heeft opgelegd aan de gemeente. Dat mag. Hij mag strenger zijn. De reden daarvoor was dat zijn eerste jaar, dat is even eerst kijken van hoe gaat het nu. Nou, tweede jaar, dan moeten de zeg maar zaken op orde zijn. Dus de account heeft een iets hogere norm opgelegd, waardoor je natuurlijk ook eerder boven die foutenmarginorm komt. En wat ook nog wel een intrigerende is, is dat hij ook zeg maar fouten die in eerdere jaren gemaakt zijn, maar nog wel doortikken. Zeg maar in dit geval het jaar 2015 wel heeft mee opgeteld. Het is dus zo dat zeg maar dus ook fouten die we in 2014 hebben gemaakt in zeg maar de norm van 2015 zijn meegewogen. Als we dat niet zouden hebben gedaan, zouden we onder de norm zijn geweest. Maar nogmaals, doet niks af van het algemene punt. Jazeker, in de praktijk zijn er nog verbeteringen nodig en het college gaat ermee aan de slag. Tot zover, voorzitter. Dan constateer ik dat er verder geen vragen zijn. Dan gaan we over naar agenda punt 5, de financiële stukken BOH. Wie wenst daarover het woord te voeren? De heer De Vries, Robles. Eén vraag, voorzitter. Die had ik ook bij het vorige punt kunnen stellen, trouwens. Het blijkt uit de stukken van de BOH dat er geld overblijft. En dat er een deel gereserveerd wordt en dat een ander deel als uitkering weer bij de gemeentes terugkomt. We hebben net in het accountantsverslag kunnen lezen dat er volgens mij geen rekening gehouden is met de resultaten binnen de BOH. Betekent dat dat die uitkering nu in het jaar 2016 valt, terwijl het feitelijk over exportatie 2015 gaat? Of hoe wordt dat resultaat verwerkt? Ik weet niet of ik uw vraag helemaal doorgrond, maar het is zo dat bij het resultaat van de BOH natuurlijk eerst wordt gekeken naar van goh, is er sprake van een meerjarig incidenteel verhaal. Met andere woorden, is het logisch dat op dat punt een doorschuiving plaatsvindt. Bijvoorbeeld, we hebben frictiegelden meerjarig ter beschikking gesteld, maar we hebben het in één keer doorgesteld en nou ja, dat telt dan door, hè? Dat is één. Twee, dan heb je dus nog een totaalresultaat en daarvan wordt natuurlijk eerst gekeken van wat is belangrijk, wat kan terug naar de gemeenten en wat zou binnen de BOH als een reserve moeten worden opgenomen. Nou, daarvoor is een voorstel zeg maar naar u gedaan en de idee binnen de BOH is van goh, we willen een reserve opbouwen tot maximaal 1 miljoen. We hebben daar ook in de BOH over gesproken en we hebben in eerste instantie gezegd van de 6 ton die er nu voor staat, vinden we voorshands toereikend. Als u zegt van goh, daar willen we nog wel eens een berekening van zien, dan zijn we uiteraard bereid om die berekening u te doen toekomen. Wat betreft de jaarschrijven, dat is inderdaad een ingewikkeld verhaal. Dat hangt samen met de bijzondere positie van een gemeenschappelijke regeling en de dakpansgewijze constructie zoals die in de PNC-cyclus zit. Ja, dat wordt een heel technisch verhaal misschien, maar het komt er dus gewoon op neer dat datgene wat hij nu doet, hè, dus de jaarrekening, valt binnen het jaar, zeg maar, wat ervoor staat. Dan is mijn vraag volgens mij niet beantwoord. Want mijn vraag was, voorgaand jaar hebben wij een uitkering van de BOH gekregen omdat er een resultaat over was. Volgens mij is dat dit jaar weer het geval. Verwerkt u dat nou in de jaarrekening 2015 of verwerkt u dat in het jaar 2016?
Nou begrijp ik pas echt. Dat moeten we even technisch bekijken. Het zou logisch zijn om het in hetzelfde jaar te doen. Dat is in feite wat u zegt. Dat gaan we even na of dat nog kan. Want ja, dat hangt samen met die dakpansgewijze construct. Maar ik snap uw suggestie en ik vind het ook wel een goede. De ambtenaar zegt dat ze dit blijkbaar al heeft uitgezocht en dat het niet kan. Dat is jammer. Want beide zagen hier een kans. Ja. Ik begrijp dat het als nagekomen baten in 2016 verwerkt moet worden. Ja, dat is dan correct. Dat is dan de conclusie. Dan constateer ik dat agenda punt 5 ook achter de rug is. Er is niets voor de rondvraag schriftelijk ingediend. En met betrekking tot het volgende onderwerp, daar kunnen we pas om 9:30 mee verder gaan vanwege het feit dat er insprekers zijn. En daar is mee gecommuniceerd dat de volgende commissie om 9:30 begint. Dus wij hebben een pauze van een 1/2 uur.